Luc Milo. Ja, en we zijn gekomen bij het tweede uur weekklapper. Met vandaag hele leuke nieuwtjes. We gaan het namelijk hebben over even kijken, Bon Jovi staat op de planning. Maar ook de week van Luc weer. En we hebben live muziek van Simon en Dirk. Mijn ouders die hebben ook zo'n museumjaarkaart. En ik ben helemaal niet van die museums hoor. Dus het was echt, oh nee, niet weer naar een museum. Nou, uiteindelijk zeiden ze, nou zoek jij dan maar een museum uit. En toen kwamen we bij Beeld en Geluid. En nou ja, dat is dus niet echt een museum. Het is natuurlijk vooral doen en dat soort dingen. Daar hadden ze dus een, nou het was echt een mengtafeltje van niks hoor. Kon je even klikken op een knopje en dan kwam er een nummer en kon je een beetje aankondigen. Ja, toch was dat toch hetgeen dat ik dacht van, nee, dit is best vet. Dus daar begon het uiteindelijk denk ik. Het mengtafeltje van Beeld en Geluid, wat niet heel veel voorstelde. Maar toch voor kleine kinderen best leuk was. Dus ook voor mij. En het is echt een tof nummer geworden. De laatste keer toen jullie zaten, hadden jullie hem nog niet opgenomen. Nee, klopt. Is daar verandering in? Op dit moment nog niet, maar dat komt wel. Ben ik langs geweest bij Veronica, 538, Sky Radio, Radio 10. Ja, inmiddels hebben denk ik wel elke radiostation in Nederland een mailtje van mij gehad toen. Ook hier hebben ze een mailtje van mij gehad. En nou, eerst een hele poos geen antwoord. Omdat ik natuurlijk heel erg jong was. Ik was volgens mij echt 13, denk ik. Maar uiteindelijk was ik een jaar ouder. Ben ik heel erg mee gaan draaien. Hier mocht ik de knopjes doen. En dat was ook al heel erg leuk. Toen was er iemand ziek volgens mij. Die was toen ziek en toen was het zo van, hey, jij kan dat programma misschien wel doen. Nou, dat verliep echt super slecht. Helemaal niet goed. Was niks. Maar toch zagen ze er dus duidelijk wat in. En heb ik toch vaker mogen doen. En toen uiteindelijk bij eigen programma gekomen. Selena Gomez, Lose You To Love Me. En de Weekklapper is zo ook een plek voor lokale artiesten. En vooral talenten. En die zitten hier in de live studio. Hier zijn Simon en Dirk. I need to be gone. I need to live a little. Leave me alone and let me live a little. No need for alarm. Just let me live a little. Don't get me wrong. Als je hier uiteindelijk zit en je hebt die live artiesten hier, dan denk je van wauw, wat is dit tof. Wat heb ik dit goed voor elkaar. Uiteindelijk hoop ik wat groter te komen. En dat is niet omdat ik dit niet leuk vind, maar dat is uiteindelijk ook gewoon omdat ik hoop dat ik gewoon iets verder kan komen. Ik hoef niet de best betaalde DJ te worden. Zou natuurlijk altijd mooi meegepakt zijn hoor, maar hey, het is sowieso gewoon leuk als je brood kan verdienen met iets wat je echt heel erg leuk vindt. En dat is in mijn geval dit. En ik weet nog wel, aan het begin zeiden mensen, ja, lastig om te komen hoor. Ik bedoel, dat wil iedereen. Hoe kom je daar nou? Ja, ik was brutaal. En stuurde iedereen mailtjes. En dan kom je er. Of ja, kom je er. Hé, ik zit nu wel hier en dat vind ik al mooi bereikt. De Vide Michelle, better now. En dit was hem dan. De laatste weekklapper van januari. Volgende week ben ik er gewoon weer. En ik hoop jij ook. En dit nummer sluit daar heel erg mooi bij aan. Lost for Crans, Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.